Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Say Yes to the Dress. Goeiedag, gasten. Van harte welkom. Mijn naam is Danny Koe. Yeah. Zijn we weer. Ja, ik heb jullie hulp gevraagd voor kleding, outfit, stijl te maken. En daar heb ik hele leuke reacties op gehad. Op onze Discord, hè. Check onze Discord. Daar was een kanaal, daar kon je dan je outfits in delen. Die jij dacht van, dat kan Danny wel eens aantrekken. Danny liep natuurlijk heel lang in dit outfitje. Tot hij op een gegeven moment gek werd ervan. Want iedere keer als ik een nieuwe sessie kwam, was mijn stropdas af. Daar werd ik helemaal krankjongen van. En je ziet ook de handschoenen, die ben ik op een gegeven moment aan gaan trekken toen de corona zijn intrede deed. En toen ben ik die handschoenen gaan dragen als een soort symbool tegen de COVID-virus. En dit is mijn tweede outfit geworden op een gegeven moment. Toen heb ik die stropdas maar afgedaan. Nog wel altijd netjes die handschoenen aangehouden, uiteraard. Maar inmiddels is ook de COVID zijn terugweg aan het vinden. Gelukkig. Dus de handschoenen hoefden niet meer aan. Maar we werden allemaal geband. Oh, Danny, word ik geband omdat ik glitches doe? Nee, je wordt niet geband als je maar je geluksonderbroek draagt. Dus ik ben op een gegeven moment deze geluksonderbroek gaan dragen. En vele met jullie, hè. Dus dat is hartstikke tof. Dus ik liep er op een gegeven moment zo bij. Maar ja, weet je, het is wel een beetje bloot, laat ik dan zo zeggen. Dus ik heb jullie gevraagd om outfitstijl te delen. En dat hebben jullie massaal gedaan op Discord. De allereerste die deelde, was Appeltje. Nou, lekker. Een mooie outfit. Toen kwam Bo met deze outfit. We hebben een of andere koe en Jolly Jumper, oftewel Jochem. Die was heel enthousiast trouwens, dat zal je straks nog wel zien. Kampioen Velen, Henk Gaming Henk. En Jamie was ook met zijn outfit, die was een beetje doorzichtig bepaald. 7:30, even kijken, Inspector Gadget. En daar hebben we weer Jolly Jumper. Hallo, ja, weer Jolly Jumper. En weer Jolly Jumper. Ja, en weer Jolly Jumper. En toen kwam weer Jolly Jumper. En toen kwam die nog een keer. Enfin, genoeg Jolly Jumpers. We hebben 2 winnaars. Ja, je zal het niet geloven. Ze kregen evenveel stemmen op Discord. En dit is winnaar nummer 1. En dat is Rick. Ja, ik ga niet zijn Discord-naam noemen. Maar het is in ieder geval Rick. En die maakte een soort outfitje. Ja, een beetje netjes eigenlijk. Hè? Jasje, dingetje, vestje eronder. Hoge hoed op. Hè? Zelfs helemaal nette schoentjes aan. Die heb ik daar gemaakt. En dit is, het is wel een beetje of je iemand gaat begraven. Dus het is meer een soort begrafenisondernemerpakje. Dus ik heb een begrafenis genoemd, maar inderdaad, ik heb hem opgeslagen. Dankjewel, Rick. Appeltje. Ja, Appeltje kwam met deze. Een soort, brandweerman Sam-achtig dingetje. Met een brandweerhoed op en met een parachute op en alle dingetjes erop. Heb ik ook daar gemaakt. Ja, dit is een brandweerman. Brandweerman Sam ga ik hem noemen. Ja, ook een leuke outfit, maar niet erg praktisch. En ik zal je ook uitleggen waarom die niet heel erg praktisch is. Als je met een parachute je dingen in gaat, je kledingkast, en je gaat weer uit de kledingkast, dan flikkert die parachute neer. Nou, ik kan je zeggen, als mama ergens een hekel aan heeft, is het wel dat ik mijn zooi laat slingeren. Hoe vaak ik wel niet op mijn kop krijg, dat mijn onderbroek en mijn sokken overal in het toerhuis heen liggen. Nee, dus dat gaan we maar niet doen. Wat wel ook heel gek is, als je met een helm op, in dit geval de brandweerman Sam helm, als je daarmee een gebouw binnen gaat, dan zal die zijn helm afdoen. Bloedje, irritant. Kun je iedere keer weer je helm op gaan doen. Ja, binnen zou je veilig moeten zijn, zou je denken. Maar ja, goed. Daar is nog een probleem en dat is met onze begrafenisondernemer. Die heeft het volgende probleem. Als hij in een auto stapt, doet hij zijn hoedje af. En als hij erop uitstapt, doet hij zijn hoedje weer op. Dat doet aan een liedje denken. Begin het liedje ook alweer. En dan haal ik hem er weer vanaf. En dan zet ik hem weer erop. Ja, inderdaad. Drop en eraf van Johnny. Geniaal, gaan checken, gasten. Ja, en daar heeft brandweerman Sam dan weer geen last van. Zijn helm die gaat er in ieder geval niet af. Maar ja, drop en eraf, hè. Van die video, kan je het je nog herinneren? Ik had hem op Instagram gezet, ook een klein stukje. En toen ik mijn Instagram videootje terugkeek, toen viel me 1 ding op. Ik zal hem even terugspoelen. Even terug. Ja, daar. Dat jekje. Wat is dat voor een jekje? Dat lijkt wel op de Nederlandse vlag.
Ja, dat zou echt briljant zijn. En ik heb hem gevonden, gasten, in Sport Tops. De tricolore ProLabs Sport Track Top. Dat is hem. De Nederlandse kleuren. Dus dit moet natuurlijk Daddy Cool NL 3 geworden. Dit is mijn derde outfit van de Daddy Cool serie. Ja, dank jullie wel allemaal voor jullie hulp. Ik ga hier maar lopen. Debbie, wil je vanavond bij mij uit eten? Gezamenlijk een gevulde koek eten bij zonsondergang in mijn nieuwe Project. Tricolore jacket of hoe die ook heet. Nee? Oh. Nou ja, goed. Debbie moet ik nog een beetje bewerken, zal ik maar zeggen. Maar dank jullie wel voor de bewerkingen van mijn outfit. En dit is mijn nieuwe outfit. Dank jullie wel allemaal voor jullie inzendingen. Dit was er weer voor mij. Ga checken Discord. Ben je nog lid van Discord? De link vind je hier beneden in de beschrijving. Kom erbij. Gezellig. Gewoon. Yep, dit was er voor mij. Daddy Cool, Daddy Cool. Yo. Say yes to de gevulde koek. Yes.